Burgemeester, welkom. Goeiedag, ja. U bent uh, zelf ook ooit nog uh, journalist geweest als correspondent voor het Volk. Verklaart dat waarom u zo'n, uh, ja mag ik het, mediageile burgemeester noemen bent? Het is inderdaad zo dat ik in de media, ik wou in feite liever journalist worden dan burgemeester. Media Geil, ja, inderdaad. Ik zet kuren op de kaart. De bedoeling is om uw gemeente te promoten als burgemeester. En ik vind het belangrijk dat mensen vernemen wat er in de gemeente gebeurt. Het is niet omdat ik mezelf graag zie, want die artikels en foto's bekijk ik zelf niet. Ja, maar is dat echt zoiets waarvan u dan op voorhand denkt van, tja, ik ben al eventjes niet meer in de pers geweest. Waar zal ik eens mee afkomen of wat zal ik eens uh, uitvinden? Want u probeert ook wel creatief te zijn. Het is zo. Eh, vroeger eh, was ik inderdaad zelf eh, journalistiek, maar ik ben altijd iemand eh, geweest die heel creatief is. En eh, ik organiseerde vroeger een festival hier in Kortrijk, Novarok. Dat was mijn ding, creativiteit. En burgemeester is soms eh, wat administratieve job. Ik vind het een uitdaging om creatief te zijn, om net het verschil te maken met een, een doorsnee burgemeester. Ik ben creatief en ik probeer het op iedere manier uit. En ik vind dat leuk ook. En eh, mensen appreciëren dat wel. Je ja, bent nu vijf jaar bezig. En eh, hoe? zit het met die balans? Uh, toch blij dat u burgemeester bent, of was u toch liever topjournalist geworden? Ja, het is een, een moeilijke vraag natuurlijk. Uh, je maakt bepaalde keuzes in het leven. Uh, ik had uh, nooit de droom als kind uh, om burgemeester te worden. Uh, maar dan uh, zet je stappen in de politiek en dan word je burgemeester. En uh, ik doe het heel graag. Ik doe het voor Kuren. Het is een job waar dat je veel mensen ontmoet, vele kansen krijgt, veel kan realiseren. Ee, uw netwerk wordt groter en ik amuseer me en ik wil daar wel even mee doorgaan, maar niet tot mijn 70 jaar. Eh. Ja, u neemt alles in geen blad voor de mond, burgemeester. U durft ook tegen schenen schoppen, ehm, zelfs tegen die van uw eigen partijvoorzitter. Want een paar jaar geleden hebt u de gezinsdag van CDNV nog geboycot omdat u uw partij niet volks genoeg vond. Zijn de plooien intussen glad gestreken? De plooien uh, zijn gladgestreken. In die zin, uh, de voorzitter heeft mij uitgedaagd om te zeggen: van Oké, okay, Frans, je hebt kritiek op de partij. Het is nu ook nu aan u om uh, intern te kijken om we onze werking kunnen verbeteren. En straks na dit interview ga ik trouwens uh, bij Wouter Beken om te overleggen hoe dat wij onze communicatie als partij kunnen verbeteren. Ik ben een rebel, ik heb een mening. Ik ben in de politiek gestapt. Uh, niet om te zwijgen en om de, in de reken te lopen op zijn West-Vlaams, maar om een mening te zeggen. Maar ik ben ook een trouwe soldaat. Uh, mocht ik ik uh, gewoon uh, zeggen van het gaat niet goed en zwijgen, ja, dan haak je af. Ik ben iemand, als het niet goed gaat, dan zeg ik het. Maar ik probeer ook zelf iets aan te doen. En het is hetzelfde in de partijpolitiek, maar ook in de gemeente. Ik uh, denk, politicus moeten een mening hebben. En uh, als je altijd zwijgt en in de rekening, ja, uh, dat, dat vind ik uh, nat nat. Mm -hmm. Er is uh, net iets uh, gelegd uh, voor uh, de stembokaal. Uh, hebt u er uh, enig idee van uh, wat dat is en wat dat daar komt doen? Um, ik weet niet waar dat stembokaal uh, staat. Uh, u, zit erin. Ja. u zit erin. En als u eens kijkt wat daar uh, ja. rondkomt... Afval. Ja, afval. Waarom is dat, burgemeester? Wel, ik denk, uh, onze gemeente Kuurne um, die heeft uiteindelijk een uh, achterstand uh, in te halen. Uh, Absoluut. U scoort zeer slecht uh, met uw afvalbeleid. 161 kilo restafval per inwoner. Dat is uh, bij de hoogste uit de regio. Het is inderdaad zomaar. Vorig jaar is dit afval spectaculair al gezakt. Ik denk dat wij nu op een 153 zitten. Maar er is een probleem. Het containerpark van Kuurne is niet uitgerust met een weegbrug. Wij moeten werken met een slagboom. Mensen doorverwijzen naar het containerpark van Imo als het om grote hoeveelheden gaat. En het is niet zo evident. De investering in een nieuw containerpark... Zou 800.000 euro kosten aan de gemeente. Uh, en in die zin, we hebben een containerpark waar je terecht kan. Uh, maar voor grote dingen moet je naar Harelbeek. Want ik denk dat gemeenten in de toekomst niet alles zelf moeten doen, maar samenwerken. Maar twee, moeten we natuurlijk ook preventief werk maken. En veel meer nog investeren in het uh, recycleren en dergelijke meer. En ik weet dat dit een pijnpunt is voor onze gemeente, maar het laatste jaar zijn de cijfers spectaculair uh, gedaald. Uh, dus er is werk aan de winkel, zeker. Ja, maar er wordt ook aan gewerkt, dan zegt u. Inderdaad, uh, uh -huh. preventiecampagnes. Uh, we hebben ook uh, ja, het, uh, het containerpark, de tarieven, verduurd om mensen aan te zetten uh, meer te gaan recycleren. Oké. Okay. Burgemeester... Um het is zo dat burgemeesters in het jaar voor de verkiezingen graag uitpakken met openingen van grote infrastructuurwerken of gebouwen. Bij de buren in Kortrijk en Waregem wordt er volop gebouwd, maar in Kuurne niet. Goh, ik denk dat u dan uh, misschien slecht geïnformeerd bent. Want, uh Kuurnenaar die zegt van, omaai, er wordt hier immens veel gebouwd. Het is dus zo dat wij het laatste vijf jaar, we zijn met 600 mensen erbij, er wordt volop geïnvesteerd in nieuwe wijken. Uh, wij gaan de bibliotheek uitbreiden, uh, er zijn nieuwe sportinfrastructuur gebouwd. Dus in die zin wordt er wel wat gebouwd in Kuurnen. We zijn natuurlijk geen stad. Uh, misschien minder spectaculair, maar uh, er wordt zeer veel gebouwd in Kuurne. Als je door Kuurne rijdt, staan er ook veel kranen. Ik denk dat dit een uh, onterechte kritiek is. Mm -hmm. Ja, kritiek is een groot woord, maar uh, er waren inderdaad, of er zijn niet dadelijk projecten die er uh, echt uh, uitspringen bij jullie. Uh, wij kregen ook heel wat vragen van inwoners binnen. Veiligheid en verkeersveiligheid ook uh, blijken toch thema's te zijn waar uh, inwoners van wakker liggen. Karien, uh, die zegt ja, ik zou graag een uh, camera krijgen bij ons in de straat. Ik weet niet in welke straat Karin woont, maar er zijn wel plannen om uh, nog extra camera's te zetten. Hè? Het is zo dat uh, Kuurne heeft in uh, 2017 zes uh, ANPR-camera's geplaatst. We gaan in het bedrijvenpark ook extra camera's plaatsen in 2018. Er komen ook op twee openbare plaatsen camera's en ook nog uh, bijkomende ANPR-camera's in het kader van verkeersveiligheid. We werken nauw samen aan de veiligheid met Kortrijk en en er wordt inderdaad geïnvesteerd En twee, de cijfers van 2017 voor Kuurne zijn de inbraken met 60% gedaald. Er is een subjectief onveiligheidsgevoel, maar Kuurne is een uh, veilige gemeente. Maar we doen er alles aan om die veilig te houden en we investeren in veiligheid. Mm -hmm. En uh, hoe zit het met controles? Want uh, Monique die vindt dat er uh, vaak te snel wordt gereden in Kuurne en zou graag uh, meer snelheidscontroles hebben, ook 's nachts. Het is inderdaad zo dat er, uh, we hebben een fenomeen in Kuurne. We zijn een doorgangsgemeente en er wordt soms uh, ja, heel hard gereden, zeker in het weekend en ook uh, s'nachts. Uh, er worden ook uh, bepaalde circuits gemaakt. Uh, er zijn al controles op de politie, maar dat zijn enkelingen die je er moet uithalen. Uh, maar er worden uh, effectief wel uh, controles gedaan. Maar voor de politie is het niet evident om uh, op dit moment een, uh, een hardrijder zomaar uit te halen. Je moet er op het goede moment juist staan. Maar de verkeersdienst. Van de politie werd er uh, volop aan. En, maar het is een probleem. Kuurne is geteisterd door mannen of vrouwen die heel snel door het centrum rijden op, uh, uh, ja, op late ja. tijdstip. Wel, uh, een van onze luisteraars, Anne, die heeft er eigenlijk ook uh, een oplossing voor of een vraag. Zegt ja, misschien kunnen er meer zone 30's worden ingevoerd in Kuurne. En ook meer eenrichtingsstraten. Dat uh, in het centrum dan vooral. Dat zou misschien ook alleen een en ander oplossen. Het centrum van Kuren is ingericht op eenrichtingsverkeer. Er zijn bijkomende straten, zone 30, straks komen er nog. Uh, maar we moeten uiteindelijk het evenwicht uh, ook houden. Maar ik denk dat onze schepen uh, van mobiliteit, Francis Watté, enorm veel inspanningen doet. Er is enorm veel zone 30 straten in het centrum. Ook richtingsverkeer. Uh, maar Rome bouw je ook niet op één dag. En dat is hetzelfde in verkeersveiligheid. Uh, uh, we kunnen moeilijk uh, heel een zone 30 maken. Maar het centrum is al volop uh, zone 30. -tork. Er komen dus nog straten bij. Dan, er komen uh, in 2018 ook mm -hmm. nog straten bij. Oppositiepartij uh, Heerle Kuren zegt, ja, het fietspad langs de in 36. Is nog niet gerealiseerd. Dat was nogthans een verkiezingsbelofte. Uh, het is een verkiezingsbelofte, inderdaad, maar de oppositiepartij weet zeer goed, want zij zaten vroeger in de meerderheid. Het is een verkiezingsbelofte, ook van die partij al twintig jaar lang. En uh, het is uh, de Vlaamse overheid die daarin stappen moet nemen. Het is in feite zeggen van ja, die een weg. Uh, verkiezingsbelofte, oké, okay, uh, we willen ervoor strijden, maar het is Vlaanderen die die moet aanleggen. En die oppositiepartij weet al heel goed, want de vorige burgemeester was van die oppositiepartij, is er ook niet in geslaagd. Omwille van het feit dat uh, men gezegd heeft: een fietspad, oké, okay, maar dan moet Vlaanderen het aanleggen. En Vlaanderen wil het niet aanleggen. Dus uh, ja, men. Uh, ja, ik begrijp het. Mocht ik in de oppositie, zou ik dat ook zeggen. Maar de oppositie weet zeer goed hoe dat het dossier in elkaar zit. Dus een beetje goed te kopen kritiek. Mm -hmm. Het kruispunt van de R8 en de Brugse Steenweg is en blijft ook levensgevaarlijk. Uh, ook daar vragen inwoners naar uh, ingrepen. Het is zo dat ik hier samen met Faison van Kuykenberg voorzitter ben van kracht. We willen uiteindelijk die R8 in de regio belangrijk maken. En als ik in de politiek ben, dan ben ik vooral in de politiek voor de R8. Er is een dossier voor de streek al 40 jaar vast... We hebben het vanmorgen ook gezien. Alles stropt dicht op die R8. Onveilig. En ik hoop dat de Vlaamse regering, maar ook de streek, heel krachtig beleid nu voert dat het eindelijk wordt aangepakt. Want het is zeer frustrerend. We hebben bruggen die al dertig jaar gebouwd zijn niet voltooid. We hebben kruispunten waar dat in de laatste vijf jaar honderden verkeersslachtoffers zijn gevallen. Maar er gebeurt niks. Ik het gaat heel het. traag en u ik ben heel kwaad als het over de R8 gaat. U bent strijdvaardig burgemeester, dus u hebt uh, nog werk. en uh, u zou dat ook graag verder zetten, dat werk. U wil uh, zichzelf graag opvolgen als burgemeester volgende legislatuur. Ik ben nu zes jaar schepen, zes jaar burgemeester en het is mijn ambitie om wat ik nu nog verder samen met het gemeentebestuur en onze ploeg heb gepland om dit mee te realiseren. En uh, burgemeesters wordt je op den duur moe, maar ik denk uh, dat uh, ik vraag een kans aan Kuen om verder te doen, om uh, uiteindelijk verder werk te maken van ons plan. Okay. En ik heb nog zes jaar nodig en ik zou dat heel graag doen. Goed, dan mag u ook nog een paar vraagjes beantwoorden, want het is uh, een burgemeestersmarathon vandaag, dus we willen u nog even een minuutje laten zweten. Uh, uh, u mag op de witte stip uh, gaan staan en omhoog kijken. En dan komt er nu een minuut uh, met vragen die u moet aanvullen. Of stellingen eigenlijk. Prins Laurent is? Is uh, ja, een toffe controversiële P. Maar goed, ja. <laughs> ik krijg misschien nog altijd een beetje te veel geld. Het vervelendste in mijn gemeente is? Het vervelendste in mijn gemeente is uh, ja, soms dat uh, men nooit content is. Als ik van partij moet veranderen, dan kies ik voor. Oh, dat is een, een moeilijke vraag, maar ik ben wel bereid om met een aantal progressieve politici uh, te werken aan misschien een nieuwe progressieve partij. Als ik uh, een vlieg was, dan zou ik graag eens een dag rondhangen in. Uh, dan zou ik uh, heel graag een keer uh, rondhangen op een, uh, op een groot festival, uh, een wereldfestival. Als iemand me vastklampt op straat, dan? Dan lach ik of verschiet ik? En uh, tot slot, mijn grootste zonde is. Uh, mijn grootste zonde is dat ik nooit nee kan zeggen. Oké, okay, goed. Dankjewel, burgemeester. Ja. U mag onze stembokaal verlaten. Dank wel.